Oh, ik heb dus wat nieuws gehoord dat ze iets van plan waren, denk ik, over dollars en zo in het plastic te maken of zo. Dollars in het plastic? Dollars in het plastic? Of euro's. Waarom zeg ik dollars? Euro's in het plastic, ben je dom geworden? Ja, ik was zo niet duur. Of er was iets anders, gewoon dat het... Ik weet niet wat het was, ze hadden iets erover. Ik had er gewoon net, viel me net binnen. Hm, nee, dat heb ik nog niet van gehoord, eigenlijk. Ik weet niet of het klopt. In plastic? Ik hoor de raarste dingen vandaag. Ja, ik zeg alleen maar dat ik er kleine stukjes van gehoord heb. Kan net zo goed van iets compleet anders zijn. Ik hoor van onderbroeken in automaten, euro's in plastic. Ja, hoe ver gaan we? Wat heb je allemaal gedronken vandaag? Helemaal niks! Heb je spacecake op of? Nee, ik doe dat dingen niet, gatver. Dat ding hoef ik doe ik niet. Hoe kan je zeggen dat je het vies vindt? Heb je het geproefd? Nee. Oké. Ik ben het hier even aan het voeren, oké? Oké. Ik ben even verder hiermee en Dave zit nog steeds gewoon rondjes te springen in plaats van ons helpen. Ik heb last van mijn kies op een of andere manier. Uitvluchtjes. Nee, het is geen uitvluchtje. Dan moet je naar de tandarts gaan. Moet naar de tandarts gaan, dat ga ik om het half jaar sowieso al. Komt gewoon omdat mijn tand op een manier staat dat daar op een of andere manier daar vuil tussen komt, maar dat kunnen ze niet repareren omdat er ook niks afgebroken is en anders moeten ze mijn tand gaan boren en daar heb ik geen zin in. Ik moet daar gewoon elke dag gaan tanden stoken, maar dan gaat het alsnog irriteren, dus ja, dat heeft niet zo heel veel zin. Weet je dat ook goed helpt? Mondspoelmiddel. Mondspoelmiddel, ik ga me niet mijn mond verbranden. Of gewoon kunstgebit. Ja. Mag je die van mijn vader gebruiken? Glas is weer gekookt. Hoe is het met de trappen en zo? Doe je nog eentje omhoog? Ik laat het even koken. Trappen. Oh. Wanneer komt 1.7 eigenlijk? Van Minecraft. Oh, iets lek. Don't ask me. Volgende maand, Dark. Oké. Dus tot 1.7. Het grootste verschil is eigenlijk dan die klei. Dat je text effects in verschillende delen erin kan stoppen. Ja. Oh ja, dat ook. Ja, het is inderdaad ook makkelijker qua user interface. Ja, dat ook. Je kunt de muziek bijvoorbeeld van alleen, het geluid van de regen of zo uitzetten. Dat is fantastisch, we hoeven de regen zelf niet meer uit te zetten. Ja, fantastisch. Die regen is altijd zo irritant. Optifine. We zullen je missen, je krijgt steeds minder functies. Ja, YouTube neemt dat over. Wat van YouTube? Ah, ik ben echt... Yo! In mijn hoofd... Minecraft! In mijn hoofd zit echt niet vandaag goed erop, maar ik heb ook een beetje een zware week gehad. Je hoofd zit er niet goed op. Nee, hij zit er niet goed op, hij zit er heel losjes op, kan ook weer eraf vallen. Yo, dit gaat wel erg ver, wat voor gedachten heb je? I don't know, please help me. Kijk, als zeg maar weer in de hand is. Moeten we je weer in een donker gat laten vallen? Nee, dank je. Ik wil niet weer een zombie worden. Officieel ben je dat nog. Niet in deze serie, gelukkig. Daarom heb ik ook mijn normale skin. Niet de zombie skin. Wat ik ook interessant vind, is de nieuwe bios wat allemaal komt. Want ik heb ze gezien allemaal. Ik ben dus gewoon eens een keer de snapshot heb ik eens een keer geprobeerd. En Minecraft bios, deze volgen. En de bios zijn heel anders. En een wat ik echt het apartste vind is die ene soort desert met allemaal die kleiblokken. Laat maar aan Mars denken. Ik vind het niet echt wat. Beetje Grand Canyon-achtig. Niet Grand Canyon, ik vind het op Mars. Mars. Ja. Planet Mars. Wat mijn tip is aan Minecraft, maak het voor hetzelfde design als blokjes, geef het die kleur en als mensen dat pakken, laat ze het koken en dan krijgen ze klei. Voilà. Ja, kan. Of hardgekookte modder. En wat nog realistischer is, wat in de more creatures zit, wat vooral bij de village towns of ik weet niet eens meer hoe die mod heet, maar het zit in de nee, niet in de More Creatures, zit in Joxbox. Maar daar kan je gewoon met een aparte tool kan je een soort van kleiblok maken, maar die moet drogen in de zon. En dat is nog genialer. Maak het ingewikkelder, ja. Dat wel. Vind jij niet dat Minecraft een beetje te makkelijk hebben gemaakt? De monsters zijn wel moeilijker geworden. Maar als er nieuwe bios gaan komen... uiteindelijk makkelijk gemaakt. Door, dat klei was nu hartstikke moeilijk. Nu gaan ze klei-bios neerzetten. Nou ja, oké. Maar dat was met slime ook. Eerst kon je slime alleen maar in dungeons en dat soort toestanden vinden. Een grote opening onder de grond. Ja, nu kun je ze ook gewoon in swamps vinden en zo. Ja. Ze moeten op een of andere manier een nieuwe uitdaging creëren. Gewoon iets wat meer, tot het meer survival is. Nou ja, het gaat meer op andere spellen misschien een beetje lijken. Zoals met dat vissen en zo. Dat je dan, ik vind het wel leuk hoor, dat je dus dingen kunt vinden met vissen. Dat vind ik wel leuk. Zoals een broek. Zoals een broek. Dat was al langer zo, maar oké. Maar was het al langer zo? Ja. Nee, ik weet het niet. Oh, ik heb al vaker onderdelen van armor gevangen met een vishengel. Oké. Ja, dat was al een tijdje. Ik snap niet wie dat erin gooit, maar ja, ik gebruik het nog gewoon. Dus ja. Heb je dat nooit, dat je je armen en je broek in het water gooit? Ja, maar je kunt nu wel duidelijker zien dat er vissen aankomen ook, hè? Wat blieft? Je kunt ook duidelijker zien dat er vissen, dat je een vis gaat vangen, zeg maar. Dus ze gaan het vissen verbeteren, want het vissen was altijd irritant om te doen. Het schijnt nu ook dat de kans groter is dat je iets vangt, of dat het ook sneller gaat, geloof ik, maar in ieder geval... Ja, vier verschillende nieuwe vissen komen erbij, ja. En verschillende vissen, ja. En je kunt ook in de volgende tijd moeten ze net als more creatures vissen in het water. Ja. Dat zou leuk zijn, met piranha's en haaien. Oh ja, die stomme varkens, die eten natuurlijk geen wiet meer, want die willen stomme rotwortels. En wat hebben we niet? Wortels! Dus moeten heel veel zombies killen. Yep. Oh, we hebben een zombie-spawner, hè? Oh, een zombie-spawner? Ja, trek je beneden. Hey. Een skeleton-spawner, toch? Follow the leader, follow the leader. Skelet! Follow the leader, follow the leader. Volg mij. Volg mij. En het was deze kant op. Zo, ik heb een beetje te veel weggemijnd, ik niet meer weet waar. Ah, hier. Door de gravel. Nee, loop door. Ik weet niet waar. Ah, hier beneden. Hier beneden. Gevonden. Gevonden. En dan hier om de hoek. Wat we ook moeten doen. We moeten een enchantment table maken. Waar was het weer? Waar was het weer? Een enchantment table. Het was eigenlijk eens heel vlakbij. Auw. Maar ik heb geen eten meer. Ah, ik heb geen eten meer. Waar ben je dan? Ja, terug boven. Ik maak even een workbench. Ik heb eten nodig. Ik heb wiet bij me. Oh, ik heb hier brood. Ik maak maar even snel wat eten. Dank je, dan maak ik wel even nog wat meer brood. Oh, ik ben Storm. Ik heb... Oh nee, dat brood, 5 brood is van jou, hè? Ja, nee, eet maar. Oké. Dan moet hij eigenlijk vlak bovenbij een dungeon zitten. Ik weet niet precies waar. Moet ik even zoeken. Oh, ik zie hier wel een creeper. Overleefd? Ja. Oh, maar ik weet dat we wat... wel een zombie. Dieper, ja. Even daar een torch. Oh wacht, hier is het. Oh wow, what the fuck, een slime. Oh, een slijmpie. Slijm, kunnen we goed gebruiken. Maar hier hebben we onze zombie. Oh, nog een slime. En baby zombies natuurlijk. Dus hier kunnen we... Dat is wel fijn dat die slimes hierin spawnen. Maar zie je de dungeon hier wat we hebben? Ja, ik kom. Wacht even, ik was even de slime aan het doen. Ben je nou gewoon een slime aan het mishandelen? Slime. Dat is fijn om je gekend te hebben. We moeten wel wat meer ruimte hierin maken. Dat we onze de spullen eromheen kunnen oprapen. Snap je? Ja. Of gewoon een pistons maar uiteindelijk maken en neerzetten. Zo, ik ben level 15. Skelet. Maar als we goed zijn, dan kijken we hier een paar wortels hopelijk uit. Auw. Kunnen we toch nog raken, lopen niet te ver naar voren. Ik weet niet hoe groot die kans is, maar... Moet even wachten dat er weer wat spawnt, of er zitten toevallig ergens anders monsters. Zie ik daar. Een creeper, ik kill even die creeper. Hoe mensen op monsters denken om ons heen zitten, hoe meer zombies spannen. Spannen. Mortal, give me mortal. There we go. Nee, alleen zombie niet. Zombie meat, zombie meat, zombie meat. Wortels kunnen we goed gebruiken. Ik vraag me nog steeds af, wil ik nog steeds testen, hè? Is een varken met een wortel en een stok sneller dan een paard? Nee, paarden hebben verschillende snelheden en die zijn zeker weten sneller. We moeten gewoon eens een keer testen. Ja, vind ik ook. Ja. Lijkt wel leuk om dat te testen. Zombie, zombie horde, zombie. Het zou geinig zijn als een varken twee keer of net sneller zal zijn dan een paard. Al is het de snelste paard. Een snelste paard is lastig te krijgen, succes. Ja. De 20ste is duizend te spawnen wat het spawnt. Nope, niet snel. Weet niet. Maar nog steeds geen wortels. Nope. Dan ga ik even de kool. Oh, dat is zombie achter ons. Ja, hier achter ons. Oh ja. Alleen zombie meats. Ik weet niet hoeveel procent kans je ervoor moet hebben, zeg maar, om wortels te krijgen van zombies. Oh. Mijn zwaard is kapot. Moet je nu? Oké, we moeten naar de nether. Ik heb nog geen nieuwe kas kunnen af. Punch, 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 punch. Je zit niet alleen met de punchen, je bal punchen. Je kijkt welke hoogte je staat. Ah, jouwtje staat. Oh ja. Oh, gravel. Even de torch-truc daarbij doen. Ik heb trouwens een grappig spel gevonden als struinend op het internet. Ja. 7 Days to Die heet die. 7 Days to Die. 7 Days to Die. Ja. Wel grappig. Maar zit nog in alpha. Dus, oké. Dus het is een indie game. Wij wachten ook nog steeds op stand. Ik weet niet of het een indie game is. Het is een zombie survival spel en heeft een beetje elementen van ja, Minecraft zou ik niet willen zeggen haast, omdat je ook op dezelfde manier kunt craften eigenlijk en bouwen. Maar dan meer een realistische setting en is het puur doel echt alleen het overleven, zeg maar, van de, oh, dank je, van de zombies. Oké. Dus, je kunt bijvoorbeeld wortel! Wortel? Yep. Yeah. Wortel. Oké, kom naar boven. Go. Waar is deze kant, volg mij. Yep. Follow me. Oh, je hebt de diamond pick meegenomen, Dave? Wat ga je doen, obsidian mijnen? Ik ga obsidian mijnen. Oké, voor de end. Voor de end? Sinds wanneer heb je voor de end obsidian nodig? Ja. Is het niet misschien een van onze doelen? Oh, wacht, hier! Ik ben dom! Je bedoelt de nether. Dat is een skeleton voor me, toch? Ja, zeg de end. Skeleton. Dit is de skeleton farm, die was ik helemaal vergeten, dus dat we de meer uitgebreide versie. Ja. What the fuck? Met het water. Hoe konden jullie dat niet zien? Ik ben dood. Nee, ga niet dood! Nee! Moeten we raden, hij heeft de diamond pickaxe, dat is de enige diamond pickaxe dat we hebben. Hold on! I'll hold it! Oh, damn it! Was het ver weg? Ja, ik weet niet waar ik ben. We moeten hem zoeken, we moeten... Creeper. Ik heb geen zwaard, dus we moeten dat aan jou overlaten. Ik heb ook geen pijlen meer, nog één pijl. Ik had ook geen zwaard. Dat was het probleem dus. Niet slim, jij hebt er ook geen, dus je kan niks zeggen. Ik zit je te zoeken. Dave, kom er snel omlaag, we moeten die diamond pickaxe echt niet kwijtraken. Ah! Nee, dat weet ik op. We moeten splitsen. Waar ben je naartoe gegaan? Splits, gewoon splitsen, we moeten zoeken. Ik neem deze kant. Wat is dat? Deze weg gaat omhoog. Ben je richting weer omhoog gegaan of richting omlaag? Ik ben bij alle kanten op geweest, want ik heb verschillende gangen naar lavas lopen zoeken. En ik was in de buurt van lava, maar er is niks in lava gevonden. Ik hoor wel hier een skelet. Oh, wacht. Au. Ja, ik heb het gevonden. Hier ligt het allemaal. Ja. Oké, je hoeft het niet op te rapen, want ik ben er alweer bijna. Heb je diamond gevonden? Ja, dat zei ik ook. Mag ik bestuf? Nee. Hé, kijk, ik heb een zwaard. Oh, ik had dus wel zwaard. Dumbo Dave. Dumbo Dave. Nee, ik had sowieso die kunnen pakken, want ik had twee hartjes. Als je cobblestone zoals dit ziet, dat betekent dat er lava onder zit. Dus wees voorzichtig daarmee. En dat heb ik nou net nodig, maar jij hebt het dichtgemaakt. Oké, doe eerst de ondermijnen. Doe eerst de ondermijnen. Ik kon lava onder zitten. Ah, dat vind ik niet zo. Dankjewel. Doe water. Mijn mag. Nee, ik ga niet met mijn. Oh, hier is kant-en-klaar obsidian. Deze kant. Ja? Hier zo. Ja. Maar even doe ik even... Veel diamonds. Ik heb er zelf 4. Ik ook. Ook nog 4. Wow, we hebben er heel veel. Dave, aan deze kant is kant en klaar obsidian. Hou het water daarin, hè, Dave. Dan is het makkelijker menen. Ja, maar ik ga het niet van bovenaf. Oeh, het water haalt het juist niet. Pas op voor die zombie. Laat die zombie de lava in, zou leuk zijn. Kan je pijl op hem schieten. Nice. Ah, het was mis. Hij is niet erin gegaan. Hij gaat er niet in. Ah, hij gaat gewoon dood. Oké, en ook. Ja, dankjewel, jou. Sorry. Er is een slijm daarover. Ik ga die slijm killen. Met mijn 1 pijl. Kill hem. En ik mis hem. En mijn pijl is weg. Oh, hij is dood gegaan. Hij is dood. Ik heb hem. Oké, ik ga terug naar boven. Ik geef alle diamonds aan mij. Ga ik terug naar boven. Nee, ik ben obsidiaan bijna. Als je die blokje hebt gemijnd dan. Nee, ben lui. Dave, kom op. Straks ga je dood en is alle diamonds weg. Geef me de diamonds. Ik ga niet dood. Geef me de diamonds. Ik ga niet dood. Geef me de diamonds. Net stonden nog. Hé, hier is iemand geweest. Geef me de diamonds. Denk ik. Geef me de diamonds. Dit duurt alleen maar langer voor jou. Ja, weet ik. Ik wil gewoon die diamonds dat die veilig zijn. Die zijn veilig. Geef me de diamonds. Yo, alleen de diamond pickaxe gaat stuk. Dave, je werkt hier met lava en... Oh, ik werk hier met water. Ik kan niet zien. Ik kan het niet zien. Kom, volg mij. Follow the master. Ik kan het niet meer aanzien. Follow the leader. Waar ben je? Boven je. Oh, daar. Are you coming? Yes. Ja, hij is er. Hier boven. Ja, doe het. Oh, 4 obsidian. Ik ben master obsidian verzamelaar. Zijn we hier al geweest? Ik denk dat we eens kijken of dit de weg is. Oké, dat is de weg waar we niet zijn geweest. Terugtrekken. Skelet. Hier is water, hier is een brugje. Dus we gaan denk ik de goede kant op. Hoop ik. Het gaat omhoog, dat is een voordeel. Het gaat omhoog. Ja, je wilt dus zeggen dat je verkeerd loopt met diamonds op zak. Nee. Ja. I don't know. Een beetje. Wacht, hier ben ik wel geweest. Ja, je bent ook geweest. Ik weet het niet. Damn it. No, wacht, ik heb het. Door wat wordt geschoten? Misschien moeten we gewoon bordjes maken. Kijk hier, dat is mijn bordje. Daar, 4 bordjes. Kom hier. Skeleton! Skeleton? Oh, wat heb je bij je? Ben je dan? Nog steeds op dezelfde plek. Waar ben je naartoe, Dimitri? Oh, ik dacht, ik hoor skeleton en denk, oh, daar ga ik naartoe. Ik kan alleen maar denken aan al die diamond. Of heeft die diamond aan jou gegeven? Nee, ik heb er zelf 4. Oh. 4 heb ik er. Dus hij heeft er 4, ik heb er 4. Oké. Dus één van ons kan het kwijtraken, is nog niet erg. Jawel. Die heeft schande. Ik loop een rondje! Ik denk deze kant op. Ik zei het toch, joh. Dus jij weet de weg niet meer. Ah, ik heb de weg. Ik heb de spanner. Ik heb de weg. Little help. Wil je je zwaai terug? Nee, pas op. Er zit een creeper daar, hè. Kill hem van een afstand. Dat hij niet ontploft. Ik ga richting naar boven. Nee, ietsje verder doorlopen. Deze kant op was het. Ja. En dan gaan we hier... om de hoek. Hier door, of niet? Nee, Dimitri, als je boven bent, wil je dan even koeien voor te planten? Is goed, deze weg is goed. Ja. En dit moet de weg naar de vrijheid zijn. Onze God, dit komt me bekend voor. Een doolhof. Dat is onze God echt een doolhof. Klopt. Verbaasd dat ik het nog weet. We hebben ook helemaal niks van bordjes of, een duidelijk systeem. Het maakt het extra spannend. Nou, jij hebt je wortel nog, hè? Ik heb de wortel nog. Oké, dan gaan we die planten. Heb je een bone meal? Daar moet een nieuwe farm voor gemaakt worden, dus wacht. Ja, doen we gewoon 1 vak leegmaken. Dus plant het. Ik heb geen botten. Waarom plant je cobblestone? Ik heb een hoofd, Waarom heb je botten nodig? Voor meer wortels te maken. Laat die wortels straks in een nieuwe farm. Dat is een missie voor volgende episode. Volgende opname. Oké, ik heb 2 wortels. Dan gaan we van 2 wortels nog meer wortels maken. Onder van de boomwiel. Ik vind het van niet. Oh. We hebben nog zo. En dan doen we die nog weg. Okay, daar had je gewoon lichtgrijs van kunnen maken. 3 setjes. Lichtgrijs, wat hebben wij? Lichtgrijs. Ja. Nou, mooie dingen maken.